Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag heb ik wat leuks bij me. De Q60, ja? De Q60. Quest Q60, hij is er bijna. Dat gaat echt niet lang meer duren. Ik ga lekker zoeken. Heel veel vragen waren er van ja, Q60, Q40, Q30. Zit er nou echt zoveel verschil in en wat is nou... De reden waarom je de een of de andere koopt. Ja, de reden is natuurlijk altijd een financieel gebied. En of je wel of niet een beginnende detectorist bent. Of dat je al gevorderd bent. En wil je alle instellingen of wil je juist aan en lopen? Ja, alles heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. De Q60 is wel een uitspringer in de Quest-serie. Deze heeft namelijk alle instellingen die Quest ooit verzonnen heeft in deze machine gezet. Wat ik ga doen is ik ga hem even instellen. Dan leg ik even uit hoe ik hem heb ingesteld. En dan gaan we gewoon lekker zoeken. En that's it. Wat anders. De oplettende kijker die zei tegen mij van ja, je had een tasje om. Maar je hebt uiteindelijk niet gezegd wat je van een tasje vond. Nou, ik moest even wennen aan een tasje. Maar je ziet het, ik heb hem nog steeds om. En het voordeel van dit tasje vind ik... Ik zal eventjes kijken of ik dat een beetje anders kan laten zien. Ja, hoe meer je eraan hangt, hoe meer respect ik voor dat tasje krijg. Als je deze pinpointer en de digging tool aan je heuptas doet... dan gaat dat heel erg hangen. En als je loopt, gaat dat heel erg wiebelen. Hier zit het echt wel. Lekker. Het is een compact gevoel. Dus ik vind het heel fijn. Ja, absoluut. Ik vind het een heel fijn tasje. Nou, ik loop op field. Ik heb de discriminatie tot 18 weggefilterd. Dan loop ik op 3 tonen. De lage tonen komen met een hoogte van 39 binnen. En de middentonen 80. De vessen, dus het ijzer, heb ik op 3 staan. Ik loop op 14 kHz. En de sens heb ik op 95 staan. De grondbalans heb ik automatisch op 90 staan. Nou, de eerste vondst met de Q60. Ja, het is geen spectaculaire bonuspunt. Maar het is een... ik denk van een gesp of een... ik denk van een gesp. De pin van een gesp. Ach ja. Hé, wat zal ik zeggen? Ik zeg maar een keertje niks. Gordijnringetje. Kan je toch niet meer indenken, hè? Dat je tegenwoordig flessen met een looie krans zou hebben. Dat je je cola uit een looie... hals laat lopen. Ja, dit zat in een fles. En dan kon dan de dop of de kurk of kon erop. Zo, moet je kijken wat er knoepert. Het is een soort beslag. Je had op oude kasten en op oude stoelen en weet ik veel waar ze het allemaal nog meer op deden. Hier zat gewoon een soort spijker aan. En dan klopte ze deze mooie... Ja, toen glom die natuurlijk mooi, hè. Als versiersel. Een soort knoppenslag. Hartstikke leuk. En je vindt ze maar zelden dat de spijker er echt helemaal nog aan zit. Zeker als ze zo groot zijn. Leuke vondst. Leuke vondst. En ik heb toeschouwers. Nee. Kijk, mij is een leuke dop gevonden hebben. Wat staat erop? Reviver for Kid Boots. Mastermans. Mastermans. Reviver for Kid Boots. Dat is net hoe je het vertelt, hè? Mastermans. Reviver for Kid Boots. Of dat je zegt Mastermans. Reviver for Kid Boots, now in store. Nou,
We kunnen er heel lang onzin over zeggen. Het is gewoon een leuke dop. Het is een looie dop. Hij is hartstikke zwaar, joh. Leuk. Ik ga hem even googlen. En als ik hem opgegoogeld heb en gevonden heb, want dat is natuurlijk nog een tweede, dan komt hij hier in het hoekje even in beeld. Leuk! Het is natuurlijk niet altijd leuk wat je vindt. Ja, wat is het? Zeg het maar. Ik denk een soort ring van een olielamp of... Nou ja, het kan van alles zijn. En toen stopte mijn camera ermee. Ja, ik ben natuurlijk wel nog even door gaan zoeken. Maar mijn camera stopte ermee. Dus ik heb verder niks opgenomen. Ik had wat rommeltjes. Kijk, het is uiteraard niet schoongemaakt. Het is allemaal lood en troepie. De eerste vondst, het was de naald. Een gordijnring. De schoenpoets. Al heb ik eventjes snel gegoogeld, maar kon hem zo gauw even niet vinden. De dop en de versiersel. Ja, toen stopte de camera ermee. Ik heb uiteindelijk nog een tapkraan, een stukje speelgoed, een paardje, nog een stukje speelgoed en een hondenpenning gevonden. Dus ik klaag helemaal niet. Toch best nog wel leuk. Maar ja, zo wordt de video wel erg kort natuurlijk. Dus benut ik de rest van de video eventjes om de Q60 te laten zien. Wat zit erop en wat kan je verwachten? Nou, we hebben de programma's. En die zijn redelijk makkelijk door te halen. Dat is park, field, wet sand, zoutwater, dus zoutwater, goud, goud 2 en deep. Dat zijn de programma's. We gaan even terug naar park. Dan hebben we hier onderin wat dingetjes zitten. Met het wieltje ga je door de menus heen. Hiermee kan je je discriminatie verder in of uitzetten. Het tweede wieltje, of het tweede knopje achter de wiel, zijn de aantal tonen. Daarmee kan je de tonen kiezen. Het derde wieltje kan je de hoogtes van je tonen kiezen. Dus vanaf wanneer welke hoogte. Dus wil je de lage toon bijvoorbeeld bij 30 in laten gaan, dan gaat hij vanaf 30 een hogere toon geven in dit geval, omdat we met twee tonen werken. Dan hebben we de fessen. En dat is het ijzergevoeligheid of hoe hij ijzer door gaat laten geven. En dan hebben we de frequency, 21 kHz, 14 kHz en 5 kHz. En dan hebben we daarna nog de frequency shift. Dus als je stoort op iemand, kan je deze gebruiken om je storing weg te halen. Je zet dus de frequency een heel klein stapje opzij. Dan hebben we, als we niets indrukken en we gaan de pijltjes toetsen, gebruiken, dan heb je de disc sense, sensitivity. Dan hebben we hier nog een drukknopje, die is voor de pinpointer. En dan hebben we deze nog, en die is voor de ground balance. Als je hem indrukt en je pompt, gaat hij automatisch de ground balance doen. Druk je hem in en ga je
met de plus- en min-toetsen van je volume. Dus deze ingedrukt en de plus- en min-toetsen van je volume heb je handmatige grondbalans. Dan hebben we hier nog een knopje zitten. Die is voor de wireless audio. En dan hebben we hier nog een knopje. Die is voor de backlight. Dan hebben we aan deze kant nog een knopje zitten. De min en de plus is voor je geluid. Dus aan deze kant zit je volume van je geluid. En die gaat in stapjes. Ik zal hem even één verder zetten. Die gaat in stapjes van laag naar hoog. Maar die gaat ook in een stapje van trillen. Dat is makkelijk voor als je onder water gaat, want deze metaaldetector is waterdicht. Bij je goudprogramma heb je hier nog een extra functie. En daar kan je de threshold mee aan en uitzetten of harder en zachter zetten. Dit is een beetje kortweg de functies die er op de Q60 zitten. Nou, uiteindelijk is de video toch een beetje anders gelopen dan dat ik gehoopt had. Want ik was lekker aan het zoeken en ik wilde jullie lekker het zoeken laten zien. Maar goed, combi video is misschien ook wel eens leuk. Dus vergeef het me maar dat mijn camera ermee gestopt is. Dat ik het op deze manier opgelost heb. Vonden jullie de video nou even zo goed nog leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vonden jullie hem nou niet leuk? Volgende keer wordt hij weer beter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.